Hilly, hallo Hilly. Asseyez-vous. Hallo. Hallo. Ja. Oh, we kennen jou via Facebook. Ik heb jullie op Facebook gesproken, ook over een aantal dingen die ik heb. Ik heb vrij veel. Niet ernstig, hoe moet ik het zeggen. Ik heb voor 2 jaar geleden een depressie gehad. En daar is bijgekomen, ik heb een diabetes, IgA. Hoe heet dat ook alweer? Ik moet zelf altijd... IgA nefropathie. Dat blijkt een nierziekte te zijn. Daar heb ik constant bloed in mijn urine zitten. Ik heb cholesterolverhoging. En zo heb ik veel meer. Dus daar kan ik heel lang bezig blijven. En ik was er eigenlijk zo klaar mee. Ook omdat ik die depressie had. En toen had ik gehoord van de olie. Ik denk, ik ga het eens proberen. En hoe lang had je die hoe lang had je die ellende eigenlijk al? Een paar jaar. Een paar jaar. Ja, mijn depressie heb ik nu 2 jaar. Maar de andere ziektebeelden, die waren langzamerhand, kreeg ik steeds meer erbij. En ik kreeg steeds meer medicatie en zo ging het steeds verder. En toen ik die depressie had, had ik zoiets van, fuck off, ik ben klaar. Ik wil gewoon anders. En toen ben ik aan het zoeken gegaan, maar kon niks vinden. En dankzij een vriendin van mij zijn we nu samen met THC-olie en een CBD-olie begonnen. En nu gebruik ik het. En het Hoeveel? Ik gebruik 's morgens 2 druppels, THC en CBD. Ja. 'S middags om rond 5 uur doe ik weer 2 van ieders. En 's avonds naar bed gaan neem ik 6 THC-druppels. Hoeveel? 6. THC-druppels? Ja, en ik best slaap... Best stevig dus. Ja, best stevig, omdat ik... Ik had door de depressie heel veel angstaanvallen 's nachts. Oh ja. En ik lag echt te rillen in mijn bed dat mijn man zoiets had van, dat dit gaat niet goed. Ja. Ik moet met haar naar het ziekenhuis, maar dat wilde ik niet. Ja. En toen had ik zoiets, ik ga die THC verhogen. En nu ben ik bij 6 druppels 's nachts en ik merk, ik slaap als een roos. Ja. Ik word 's morgens heel lekker wakker. Ja. En mijn angsten zijn weg. Zo. En dat is niet alleen. Ik ben voor 2 weken geleden ben ik bij mijn huisarts geweest. Ja. Die weet niet dat ik dit gebruik. Okay. Nou is mijn diabetes was van 9 naar 7 gezakt. Zo. Ik had cholesterolmedicatie. Die heb ik laten staan omdat ik heel veel kramp van alles had. Ja. Nou, het was niet normaal. Ik zeg, nou ga dan liever dood aan een hartaanval. Dus als die kramp wat ik elke dag heb, dat was echt niet meer leuk. Ja. Ik lag te huilen in bed dat mijn man mijn tenen moest pakken. Zo. Want dat deed zozeer, die ging gewoon krom en ik kon ook niet meer recht krijgen. Daardoor is ook, doordat ik de tabletten bij hem blijven staan en laten staan en de THC en de CBD gebruik, is mijn cholesterol verlaagd. Ik hoef zelfs geen medicatie daar meer voor. Mijn depressiemedicatie zat ik op 2, heb ik nog maar 1. Mijn diabetesmedicatie had ik 3, heb ik ook nog maar 1 van. Mijn schildklier, oh ja, want die was ik vergeten. Die is er ook nog. Daar had ik ook medicatie voor en heb ik er nog maar 1 van. Okay. Mij valt ook zand, denk ik, dat ik kan laten staan, maar dat durf ik nog steeds niet. Okay. Een vraagje, gebruik je Tirax? Of ja, die gebruik ik. En dan gebruik ik nog maar 1 tablet van. Okay. En dan had ik er ook meerdere van. En dat doe ik ook alleen omdat ik hem nog niet echt durf te laten staan. Omdat ik bang ben dat ik weer de waardes omhoog krijg. En dat de huisarts zegt, u moet meer medicatie, mevrouw. En dat wil ik niet. Dus, maar ik merk doordat ik die THC, ik weet niet wie van de 2 het goed doet. Ik ga ook niet uitzoeken. Ik gebruik ze gewoon allebei. Ja, ik heb zoiets anders. Ga ik andere chemische troep naar binnen werken. En... Ja, het is een drugs en het blijft misschien drugs, maar ik vind hem een hele fijne drugs. Ja. Ik wil ook niet meer anders. Okay, nou dankjewel. Dus, ja, ik heb er echt heel veel baat bij. Okay. Wat ze zeggen net, van u rent heel snel die trap af, maar ik heb ook artrose. Zelfs in mijn voeten, in mijn heupen. Maar ik verneem het niet meer. Ik kan alles weer doen wat ik wil. Oh, ja? Ik ben zelf coupeuse, ik kan weer kleding naaien, ik kan weer fatsoenlijke pen in de handen hebben. En dat kon ik niet. Zo. Als ik een pen in de hand had, dat verkrampte en dat deed zeer. En dan ook 's nachts in bed op mijn schouders. Ik heb het ook in mijn schouders zitten. Nou, dat weet je. Dan heb je 's nachts heel veel pijn. Soms dan kun je van een ellende niet slapen. Ja. Ik heb geen last. Ik slaap en ik voel me hartstikke goed te pas. Je bent eigenlijk een wonderpatiënt. Ja. Ja. Oh. Nou, zo voel ik het ook. Ik heb echt zelf zoiets waar ik ben zo blij dat ik het ontdekt heb. Ja. En ik kan de helft van de chemische troep kan ik laten staan. Zo. En ik hoop straks helemaal te kunnen stoppen met mijn medicatie. Nou. Want ik ben geen mens met medicatie en ik wil ook geen mens van medicatie zijn. Oké. Okay. Dus, okay. En wat zegt je omgeving ervan? Heeft hij dat door? Ja, mijn man vindt mezelf dat ik iets vrolijker ben weer. Dus ja, die is er nu niet, maar mijn zus zit er en die lacht al helemaal, die gaat helemaal in de deuk. Want ik ben gewoon iets positiever over alles. Ja. Het maakt me ook allemaal niet meer zoveel uit wat een ander zegt of een ander denkt. Ja, het maakt niet meer zo druk om. Nee, en dat was vroeger wel. Ja, wat zullen ze van me denken? Wat vind ik hiervan? Wat vind ik niet? En dat heb ik niet meer. Ik vind het,
het doet mij echt heel goed, moet ik eerlijk zeggen. Dat is, ik verbaas me er ook over. En ik maak het nu ook zelf. Ik heb ook plantjes gekweekt, dus ik heb ze net geoogst. Oké, okay. Ja, hoeveel plantjes? Ik had er nu één. Eén, groot was die? Zo. Hij kwam bijna boven de schutting uit. Oké. Dus daar heb je een behoorlijke oogst aan. Ja. Ja. Nou, dus daar kan je misschien wel het hele jaar mee toe. Oh, dat kan ik zeker. En ik help mijn zuster ook mee, want die heeft met de rug. Die heeft die vroeger een ijzeren corsetta gehad. En die heeft ook met de longen. Ja. En ze is ook van alle medicatie af. Zelfs voor de longen heeft ze gewoon alleen nog maar haar THC en CBD. En geen inhalators meer. Zo. Ja. Mooi. Nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. Mooi verhaal. Dankjewel. Okay. Ja.